Welkom dames en heren bij Postal 2. We gaan hopelijk het halen. Hopelijk tot het einde. Ik ben benieuwd. Oké, people, let's go to work. En we bevinden ons bij de compound, zoals je ziet. En compound is helemaal bovenaan de map. En heel dit terrein is overgenomen door polities. En in dit huis gebeurt het allemaal. En ik wil eigenlijk uitkijken, want de politie is vrij sterk. Ze hebben rocket launchers. Ze hebben eigenlijk verschillende soorten granaten. Molotov cocktails, als ik het goed zeg. En wat we precies hier moeten doen is, even kijken, Uncle Dave's birthday. Er is dus iemand jarig en ik weet niet of we hier erin moeten, want als we hier dadelijk erin gaan, dan kunnen we er dadelijk niet meer uit. Maar ik ga de gok wagen. Oh shit, wat heb ik nou? Dan moet ik weer naar boven. Gaan we dat redden? Gaan we dat? Kom op! Yes, yes, yes. Kom op. Nou, dan kom ik er niet meer op. Ik wil hier naar boven, want misschien moeten we hier wel in dadelijk. Kijk, hoor je hier zo, erin? Hallo? Zitten we nou in het gebouw? Volgens mij zijn we wel op de goede weg aan het gaan. Want dit is inderdaad... Hij doet niks. Sorry. Doe niks, doe niks. Ik help jullie. Sorry, ik schoot op hem, maar het was niet de bedoeling dat ik hem zou schieten. Sorry. Er komen heel veel mensen naar me toe. Ik help jullie, hè mensen? Wat? Oh, ze schiet op mij! What the fuck? Wie moet ik vertrouwen nu dan, in de game? Gaan ze schieten op me? Ik weet niet of ze gaan schieten op me. Ik weet het echt niet. Ook heel leuk behangen met al die pistolen. Ik ga weg en degene die op me schiet, die vermoord ik. Heel goed plan, Vince. Heel goed plan. Ik zie al een medic packs hier. Flammable. Flammable. Ik ga naar boven toe. Ik weet niet zo goed waar ik nu precies ben, maar ik hoop dat ik een beetje naar boven ga. Dit is het terrein waar we het filmpje zagen. Dit is zeker het terrein. Maar kijk, daar hebben we nog een huis. Dit is eigenlijk één groot huis. En daar loopt een politieagentje. En die politieagent... Die hebben we nog even voor de zekerheid vermoord, weet je wel. Beter liever zoveel mogelijk dood. Dan dat we er dadelijk eentje overhouden, weet je wel. Daar heb ik ook niet zo zin in. Oeh! Gaan ze op me schieten? Ik weet het niet. Ze houden me wel onder schot. Er komen echt heel veel figuren aan. Er komen heel veel figuren aan. Ik schiet ze allemaal dood. Ik vertrouw ze allemaal niet. Je weet niet hoe ze gaan reageren. Ik weet helemaal niks, hè? Kijk. We hebben het gehaald. Ik weet niet wat ik heb gedaan. Maar we hebben dus Uncle Sam... Oh, jezus. Er gaat iets gebeuren nu. Want dit kan niet zo normaal vredig afsluiten. Ik hoor het al, politie. Dat is niet goed, jongens. Dit is niet goed. En ik heb eigenlijk een idee... Oh. Oké, er gaan tanks komen. Ik begrijp het. Ik had zoiets verwacht. Politie dringt binnen. Politie dringt zeker binnen. Politie dringt zeker binnen. Hallo politie. Hallo. Ik ga het opslaan. Want we gaan nu strijden tegen politie. En hoeveel dit te worden is denk ik ontiegelijk veel. Maar wat we gaan doen is eventjes... Huppakee. Beetje voorbereiden. Een beetje voorbereiden met granaten. Klein beetje. Daar moet ik naartoe. Ik weet dat er niks aankomt, maar voor de zekerheid gooi ik even een granaat achter me aan. Oh, dat is ingestort. Nou, dan moeten wij helaas door deze deur. Pak hier nog even wat zooi op, want... Zonder medpack en zonder... Hallo! Had ik toch maar die granaat gegooid? Nee, dit gaat niet werken, dit gaat niet werken, dit gaat niet werken. Moment, moment. Ik pak gewoon het pistool, dat is het beste wat we kunnen hebben. Qua wapen. Ik pak die medic nog niet op. We hebben misschien nog niet nodig. Ik probeerde net wel een granaat te pakken en dat lukte dus niet. Dat is de 6, nummer 6. Onthouden. Granaatje, granaatje. Oh, waar gooi ik hem, waar gooi ik hem? Ik vlucht hier naartoe. En waarom gaan we in vredesnaam heen? Waar is het veilig? Het is een kerk. Oh, die crap. En wegwezen. En wegwezen. Ik ga de kelder in. Ik weet niet wat we hier hebben. Yeah! En crap. Oh, ze komen niet binnen. Ik denk dat de politie oneindig spant hier. Holy crap. De politie blijft komen. De politie blijft komen, zeker weten. Oh! Hij gooit granaten, die man. Hij gooit granaten nu. En die vrouw komt ook nog vandaan. Ik moet uitkijken. Ik moet uitkijken. Oh! Holy crap! Holy crap! Holy crap! Holy crap! Ik ben niet weg, ik ben niet weg, ik ben niet weg. Er komen te veel politie. Waar moet ik heen? Ik weet het niet. Ik vlucht hier naartoe. Ik vlucht hier naartoe. Ik weet niet wat hier is, maar hier moet ik volgens mij wel naartoe. Gaan we de goede kant op? Nee, dit staat helemaal op instorten. En politie komt achter me aan. Dit is niet de goede kant waar we heen moesten. Shit! Ik hoop dat we dit halen. We hebben armor. Ik heb armor. Ik word zo keihard beschoten door de politie. Ze zijn sterker dan ik dacht. I know what you're thinking, but the funny thing is, I don't even like video games. I don't even like video games, zegt hij dan ook vol trots. Het is heel lastig dit en ik ben benieuwd of ik dit ga redden. Want we zitten echt op een vervelend spoor. Gaan we hier uitkomen? Ik ga het spel opslaan. We hebben een armor gevonden, is altijd wel fijn. Ik ga een nieuwe save maken. Ik zit even onder de stress, mensen. Want of ik hier uitkom is even een hele grote vraag die ik mezelf ga stellen. Want de politie heeft me ingesloten en komt echt van alle kanten. En ze blijven spawnen, dus dat is echt wel heel pittig dit. Ze blijven komen. Ze zoeken me. En ze willen me. Ze willen me keihard. En waar ik ook kom, overal loopt de dood. Dat is niet goed. Hoe de fuck komt die daar? Oké. We snappen dus uit dit zolderraampje. Mooi zo. Maar voordat ik verder ga, wil ik eigenlijk eerst opslaan. Want ik vertrouw helemaal... Ik vertrouw echt helemaal niks. Volgens mij staat er buiten echt heel veel politieagenten. Met heel veel gedoe en zooi. En ze komen al vanaf buiten. Ik zie ze al. Ik ga richten. Ik schieten. En welke kant moeten we opgaan? We moeten dus helemaal terug gaan naar huis. En dat is die kant op. Dus wat ik ook ga doen. Ik ga eigenlijk direct naar huis. Ik ga niet omkijken. Ik heb er gewoon geen zin in. Ik ga gewoon gelijk naar huis. En hopen dat we geen politie nog onderweg tegenkomen. Want dat gaat echt heel pittig worden als dat wel gaat gebeuren. Dus nu een soort van hopen dat niks meer komt. En ja hoor. Granaat gooiende. En nog één daar. Allemaal politie, allemaal politie. Ik wist het, een soort van. Oh shit. Schiet ze dood. Hop. Er staat dus allemaal politie te bewaken hier. En ik hoor nog steeds politie. Oh, de hond wordt er geëxplodeerd. En mijn hondje is er weer. Hoi schat. Kom maar mee. Ik hoop dat je pijnlijk sterft. Sorry jongen, ik moest gewoon dit doen. Mijn wapens zijn op, mijn schoten. De pistoolschoten zijn op. Meen je dit? Dit is echt serieus heel zonde. Ik ga mijn game opslaan, want ik vertrouw nu helemaal niet meer. Zonder pistoolschoten ben je nergens meer. Er staat iemand van de SWAT. Ik moet echt hier langskomen zonder geraakt te worden. I don't feel so good. Oh, de baas! Is dat de baas? Holy crap, jongen. Dat is die politiebaas. En in één keer dood. Volgens mij ben ik de winner. Ik weet nog niet zeker, ik ga nog niet te vroeg juichen. En met 100 leven op zak ga ik hopelijk veilig. Good God, it's the apocalypse. Fancy cinematic to explain such a crucial story element. The font is nice though. Oh. Oké, weet je wat ik nu ga doen is nog een keer opslaan. En we rennen naar huis. We moeten helemaal naar onder, naar de streep. Wordt een flinke reis. We gaan er ook gelijk naartoe. En hopen dat we levend hier uitkomen. De SWAT is hier flink bezig om iedereen uit te moorden. I don't feel so good. De SWAT is allemaal katten gillen. Oh shit, shit, shit. Iedereen zit achter me aan. Het is nou gewoon SWAT. Holy shit, jongens. Waar moet ik heen? We moeten echt even dringend gaan kijken hoe we hier doorheen komen. De mal gaat wel snelst, denk ik, hè? Ik ga via de mal. Ik ga via de mal. En waarom? Omdat ik dan kan afsnijden. Oh shit, 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 jongens. Gaan jullie schieten op mij? Ik hoop het niet. Je gaat schieten op mij, hè? Huppakee. Holy crap. Holy crap. Oh shit, shit, shit. Oh shit. Hoe kom ik nou naar de mal? Iedereen schiet op me, serieus. Iedereen haat me nu, hè? Oh crap. En ik hoor ook een kat die alleen maar een bug is. Ik hoor alleen maar een gillende kat, joh. We zijn alle katten ook helemaal gestoord aan het worden. Net als al hondenhoop, denk ik. En ik ga door de mal en ik hoop dat ik hier wel veilig doorheen kom. Want hier pakken dus ook alle mensen hun wapen, hè? Ongelooflijk. Oh shit. Oh shit, shit, shit. Holy shit, nee. Niet schieten, niet schieten, niet schieten. Ik ben onschuldig. Verdenk me niet. Oh, 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 oh. Oh shit, shit, shit. Oh, ze schieten allemaal op elkaar, politie. Ze schieten politie. Goed zo, hou me tegen. Verdedig me. Goed zo, meid. Grote meid. Het is gewoon apocalypse aan het worden, dit, hè? Dat snappen jullie ook, hoor. Ik loop gewoon doorheen. Ik laat me door niemand schieten. Ik ren gewoon keihard door. We moeten naar huis zien te komen. Holy shit, jongen. Dit is echt, dit is echt bizar gedaan. Ik weet dat daar armor te halen is. Gaat zij schieten? Volgens mij niet, hè? Zij hoort bij mij. Dit zijn die good guys. Goed zo. Gaat ze me schieten? Ja, geen good guy, geen good guy. Geen good guys, hier ook niet meer. Doei. Ik heb ook heel weinig kogels nog, hè? 100 shotgun kogels. En eigenlijk, ja, helemaal geen pistoolschoten meer. Ja, 11. En waar zitten we precies? Time to head home. Ah, time to head home, ja, dat snap ik. Als we nog thuis komen. Politie zit ook op me hielen. Iedereen zit op me hielen. Gaan we de goede kant op? Ja, we gaan de goede kant op. Hoop ik. Die dikke vent, gaan we ook schieten? Ja hoor. Holy shit. Oh shit, iedereen gaat tegen me nu. Holy shit, shit. Weg, weg, weg. Ik heb nog een pijpje. Gaan we roken? Pijpske, een pijpske. Lekker pijpske. We moeten daar naar achter. Waarom kunnen we daar niet heen? Holy crap. I've got the perp in view. Stop hoor, shoot! Ik ben weg, ik ben weg. Ze zitten achter me aan natuurlijk. Ja, iedereen vermoorden ze. Oh, was dit een goed idee om hier naartoe te gaan? Ik weet het niet, maar ik ben snel vluchtend. Nou, we zijn bijna thuis. We moeten nog even volhouden. Oh, die katten vallen uit de bomen. Holy fucking, kijk ook. Holy shit, jongen. Gaan we de goede kant op? Yes. We zijn er bijna. Wauw. Hier naar voren en dan dadelijk naar links. Katten vallen uit de lucht, dat is het. We gaan dadelijk naar links, we volgen de bocht. Daar is het en daar is bijna het einde. Holy shit, ik hoop dat we in onze caravan veilig zijn, want dat is waarschijnlijk ook de bedoeling. Gaan we hier naartoe? Ja, we zijn er bijna. We zijn er bijna, mensen. We zijn er bijna. Oh, oké, dit gaat goed. Doe mijn best. En daar is onze caravan. Met heel veel men en mannetjes van het leger. En ze schieten op mijn erf. Sowieso niet goed. Oh, we gaan tussendoor. Yes! We hebben het gehaald. Honey, I'm home. You won't believe the day I've had. About friggin' time. Did you remember my rocky road? Oh. Yeah! Hé, dat was hem. Postal 2. Ik vind het heel gaaf. Heel tof gedaan. En ja... Het spel is gewoon heel oud, maar wel echt episch. En we moeten eigenlijk nu doorgaan, want na vrijdag komt zaterdag en zondag. En dat betekent dat wij een nieuwe uitbreidingspakket gaan spelen die eigenlijk een jaar later is uitgekomen in 2004. En die heet Apocalypse Weekend. En daardoor zie je dus wat er verder gaat gebeuren. Het wordt een beetje een ramp. Het was al een beetje post-apocalyptisch. Ik bedoel, iedereen liep op elkaar te schieten, iedereen tegen elkaar. Politie was helemaal gek aan het worden. Katten vielen uit de boom. Echt heel apart, maar ja, het was gewoon al een beetje een ramp en ineens gebeurde het ook, weet je. Want in deze game kan het ook gewoon in één keer gebeuren. We hebben het gered, we zijn gelukkig heel huids thuis gekomen en ik vond het echt een fantastisch spel. We zien hier trouwens een lijstje, dit is wel heel grappig. We hebben 383 mensen vermoord, 123 cops. We zijn 4 keer mensen geroosterd, dus dat is best wel weinig. Olifanten afgemaakt, 0. Zat er een olifant in de game? Niet dat ik weet. 22 honden gedood. 1 kat vernietigd. Dat is echt weinig. Instant kill, pistol, headshots 0. Wat raar. Ik heb toch duidelijk wel mensen door en overgeschoten. Heads exploded by shotgun. 56 hoofden. We hebben ook nog nooit met een rifle geschoten. We hebben 1 kat vermoord met een wapen. We hebben 1010... dollar uitgespendeerd aan geld en we hebben 2,50 calorieën gepist, 13 deuren ingetrapt, we zijn 1 keer gearresteerd en we hebben 1 hond bevriend. Number of times dressed as a cop. Oh, dat kan dus ook. Je kan die als een agent verkleden. Number of cops you lured with donuts. Wauw, cool. En summary, office drone pushed over the edge. Cheats now available within game menu. We hebben dus cheats geunlocked in de Postal 2. Ik bedank u voor het kijken. In de volgende aflevering gaan we door met Apocalypse Weekend. Dus zeker weten in de gaten houden. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Later!